geen Jordanov. Die zit op de bank. Van der Heijden, Burgess en Bager, dat zijn de ploeg van Lierse dan. We denken dat het een 4-3-2-1 gaat worden met Abu en Gillis in steun van spits Plakka. Gaat opletten, 1 tegen 1. Plakka moet zorgen voor de dubbele dekking. Daar komt dan toch de voorzet. Een gekraakt schot van Fixel komt daar in het bereik van Oenda. En dan gaat die bal erin of niet? Nee. Geen sprake van buitenspel. Hier komt de bal voor de voeten van Fixel. Een gekraakt schot. Zeker geen buitenspel van Oenda. En dan kopt hij hem. En is het inderdaad geen sprake van buitenspel. Komt hem gewoon lateraal tot bij Dante van Zijer. En van Zijer gaat er zelfs een gele kaart voor krijgen. Dat is dan de eerste gele kaart. Voorlopig houdt de organisatie van Lierse echt wel goed staande, hoor. Worden niet in verlegenheid gebracht, maar hier was wel Dennis Oendaf met een goede ingeving. Hier geen fout op Abu en dan de voorzet van François. Van achter het steunbeen. Buitenkant! Laas raakt hij niet voorbij. Oh, en dan geeft hij een penalty. Oh, Ken Vermeer geeft een penalty voor Union. 25 minuten voetballen, een penalty. Hier Laas probeert Oendaf van zich te houden. En dan valt Laas neer. En in zijn val brengt hij Oendaf ten val. Op dit beeld gaan we het misschien beter te zien krijgen. Hier Laas. Hier gaat hij vallen en struikelen. En dan, tja. Ja, dat wordt dan wel een hele zure voor Lierse Kempenzone. Nog geen schot tussen de palen van Union na 26 minuten. Dit wordt de eerste trap meteen voor de leider in B. En meteen voor de 1-0 voorsprong. En Van Zijer trapt hem centraal in het doel. Brugmans naar een hoek gedoken. En daardoor de bal van Van Zijer goed. Na 26 minuten spelen. Hier nog eens de trap van Van Zijer. Echt centraal getrapt. Brugmans dook naar zijn rechterhoek. Leest hij heel goed natuurlijk, Matthias Fixel. Genoeg jongens, toch? Terug bij Lierse Kempenzone. Oendaf. Kan hem toch plaatsen! La 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 la! Schitterende goal van Dennis Oendaf. Ja, eventjes de spierballen tonen wat Oendaf doet. Schitterende goal. 34 minuten aan het spelen. En het staat gewoon 2 tegen 0. Hier is het Gillekes die probeert Oendaf af te houden. Maar dan kan hij toch trappen. En schildert hij de bal lekker in de goal. Hij maakte er al 2 tegen Lierse in de 5-0 toen. 5-6 speeldagen terug. Nu scoort hij opnieuw. Allag met het tikje terug. Allag opnieuw. Oh, dat is goed gecombineerd. En Laas gaat erdoor en opletten geblazen, want er gaat gescoord worden. Emile Samijn maakt er 2-1 van. En we hebben opnieuw een wedstrijd hier in het Jozef Maria Stadion. Kijk eens aan. Tegen de leider Union. Wat een doelpunt nog eens tegenkrijgt in eigen huis. Dennis Oendaf mag zo meteen opnieuw de aftrap nemen voor Union. Want een feilloze aanval van op de linkerkant bij Lierse Kempenzone. En het is Brent. Maar wat nu met deze vrije trap? Het muurtje is gezet door Brugmans. Tuman met de aanloop voor zijn linker. Tuman over de muur en hij trapt hem ernaast. Nog eens de trap van Tuman. En poef, wat scheelt het? Nog eens de hoekschop voor Tuman. Weer strak aangesneden. Lapoussin, ja, die er de stevige rechter tegen zet. Het leek eerst alsof die bal tussen of tegen de paal was beland. Hier. Labo met de tik terug. Nielsen opletten nu dat het geen 3-1 wordt. Ja, daar is een save van Brugmans nodig. En gaat hij er nog eens tussen moeten zitten? Nee. Santerman zat er met een voetje tussen. Bijna dan toch die 3-1 voor Union. Hier Labo, de kaats terug. Sigurdarsson. Infiltratie van Nielsen. Trappen maar in de korte hoek. Daar zit Brugmans bij. En dan komt die bal voor de voeten van Petrov. Goeie tackle van Burgess. Het was nodig.
Nee, Jansen niet tot bij een ploegmaat. En dan het definitieve fluitsignaal van scheidsrechter Vermeire. Het is een moeilijke, lastige avond alsnog geworden voor de leider in de 1B Pro League.